Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Vandaag wil ik jullie mijn empties laten zien van de voorbije weken, maanden. Want het is weer al even geleden dat ik een empties video heb gemaakt. Dus ik heb hier een hele hoop producten voor mij. Ik ga er vrij snel doorgaan, want het is een heleboel. Ik ga beginnen met de skincare producten. Als allereerste heb ik hier van Sephora een démaquillant, een olie. En ik vind persoonlijk een olie heel erg leuk om je make-up te verwijderen. Als eerste stap 's avonds gebruik ik heel graag een olie. Gewoon in je handpalm zonder water en heel goed wrijven over je make-up, zelfs over je ogen. Deze is absoluut niet irriterend en je make-up verdwijnt met een olie supersnel. Nadien gebruik ik meestal nog wel een reiniging om dieper te reinigen in mijn poriën. Of als het snel moet gaan, gebruik ik bijvoorbeeld micellair water. Ik heb deze van Garnier geprobeerd. Ik heb wel de groene, omdat de groene voor de gemengde en gevoelige huid is. En dat is toch wel mijn huidtype. Een micellair reinigingswater gebruik ik altijd als een tweede reinigingsproduct. Omdat ik dit niet voldoende vind om make-up te verwijderen en te reinigen in één keer. Maar voor zijn prijs is dit een vrij goede reiniger. Deze bussen die hebben jullie zeker al voorbij zien komen. Dit is echt mijn favoriete droogshampoo. Deze is van TG Bedhead en deze heeft echt zo'n heel zoete, vanilleachtige geur. De kleur is ook helemaal niet wit. Is een vrij onopvallende kleur, dus ik gebruik deze heel erg graag en ik heb absoluut al een nieuwe boven. Dan heb ik een oogproductje en dat is eigenlijk een reisverpakking. Dit was het Clinique All About Eye Serum. Het is een consistentie tussen een gel en een crème. Dus ik vond deze echt heel erg fris om te gebruiken. Ik denk dat ik hem niet direct zal aankopen, maar ik heb deze gekregen in een cadeauverpakking en ik heb deze heel goed mee op reis genomen. Dan beginnen we aan het deeltje van de make-up en ik heb hier twee brush cleansers. Deze van de Hema is een vrij goedkope brush cleanser, dus heel gemakkelijk om af en toe eens te kopen om tussendoor je borstels te reinigen, maar is zeker niet voldoende om je borstels te reinigen. Er blijft toch nog best wel wat vuil achter op je borstels. Deze van Sephora daarentegen, die is net iets beter. Het is wel een heel kleine verpakking, dus je komt er niet zo heel lang mee toe. Het voordeel is dat deze een spray heeft, zodat je wel minder product gebruikt. Maar hij maakt wel net iets properder dan die van de Hema. Nog make-up gerelateerd heb ik ook twee items die op zijn. En dat is mijn Max Fix Plus. Ik heb er al een nieuwke gekocht, maar wel een kleintje. Omdat je eigenlijk toch wel heel erg lang doet met een Fix Plus. Ik gebruik die voornamelijk achteraf. Om mijn make-up echt heel goed vast te zetten als ik een hele avond wegga bijvoorbeeld. Sommige mensen gebruiken hem ook op voorhand als primer, maar dat heb ik zelf nog niet geprobeerd. En dan heb ik ook een keer, ik denk dat het een staaltje is, van Make Up For Ever. Dit is ook de Mist & Fix. Dus die houdt ook je make-up heel erg lang. Deze was enorm snel leeg omdat het een kleine verpakking was, maar ik was er wel heel erg tevreden van. Dus wie weet, in de toekomst koop ik deze ook wel een keer aan. Dan, echt de make-up. Mijn favoriete fondantins die zijn normaal iets duurder, maar ik heb mij gewaagd aan een fondantin van L'Oréal. En deze, Le Teint Encore Parfait, vind ik voor zijn prijs een vrij goede kwaliteit en heeft voornamelijk een hele goede dekking. Heeft ook een hele mooie kleur. Ik heb de kleur N4. Ik gebruik heel graag neutrale kleuren, zodat de fondantin niet te roze is, maar ook niet te geel. Dus echt die neutral kleuren tussenin. Ik heb al een nieuw flesje en ik heb gezien dat de verpakkingen helemaal vernieuwd zijn. Dus in een van mijn video's, volgende video's, zullen jullie die zeker zien verschijnen. Dan heb ik er twee zelfs al leeg, want het gaat heel snel met deze. En dat zijn van Art Deco de Perfect Tint Concealers. En ik heb ze in de kleur 5. Het is een vrij lichte kleur met een rozige ondertoon. Ze zijn heel erg mooi. Ze zijn heel erg te vergelijken van kwaliteit met de Touche Éclat van Yves Saint Laurent. Natuurlijk, zo'n tubetje gaat nooit heel erg lang mee. Maar ik heb altijd al een volgende klaar liggen. Dus ik vind ze wel heel erg goed. Dan heb ik een aantal mascara's, ook twee mascara's van Art Deco. Als allereerste, die hebben jullie zeker al heel erg veel voorbij zien komen. Dit is de All-in-One Panoramic Mascara, een van mijn favoriete mascara's. Ook weer, voor zijn prijs, een heel erg goede kwaliteit. Hier neem ik er altijd onmiddellijk terug een nieuwe van, want dit is mijn favoriete. Tegenover deze, dit is ook van Art Deco, maar dit is echt de Volume Sensation Mascara. De borsteltjes zijn ondertussen al een beetje uitgedroogd omdat het product op is. Dit is de Volume Sensation Mascara en dit is de All-in-One Panoramic.
De Volume Sensation heeft duidelijk een grotere borstel, dus echt om volume te creëren. Maar ik vind het hierdoor dus ook weer iets moeilijker om je wimpers heel goed te kammen en te spreiden. Dus mijn favoriet die ik opnieuw aankoop is de All-in-One Panoramic. Dan heb ik nog een productje. Ik had het eigenlijk al vrij lang in mijn schuif liggen, maar ik heb het nooit opgebruikt. Ik heb het echt maar een vijftal keren gebruikt, omdat ik er eigenlijk helemaal niet tevreden van was. Het is zo'n mascara die je aanbrengt samen met zo van die extra fibers, vezeltjes die je wimpers voller maken. Dus de bedoeling is dat je eerst de mascara aanbrengt en dan breng je de losse vezel. Ik vond dit niet zo'n goed product, voornamelijk omdat het niet doet wat je verwacht. Het geeft natuurlijk volume, maar een goede mascara geeft ook veel volume. Plus die losse vezeltjes die komen gedurende de dag, vond ik toch wel los. Dus het prikte in je ogen of het viel onder je ogen. Dus ik gebruik deze gewoon niet op. Deze gaat zelfs rechtstreeks in de vuilbak. Dan heb ik nog een concealer. Deze is van Maybelline. De tekst is er zelf al helemaal af, dus je kan zien dat ik hem heel veel heb gebruikt. Hij is echt volledig leeg. Deze die vond ik tot nu toe echt alleen maar in Frankrijk. Daarom dat ik het zo spijtig vind dat hij leeg is. Want ik heb hem nog niet opnieuw gevonden. Ik heb hier in België een andere concealer gevonden. Maar die is van kleur toch wel net iets donkerder. En deze is de kleur 22 Beige Rose. Dus daar was ik heel erg content van en ik hoop dat ik die snel terugvind of in Frankrijk of hier in de buurt. Want ik vond ook weer Maybelline prijs-kwaliteit een goede concealer. En dan als laatste productje heb ik van Sephora dit matte en doorschijnende poeder. Ik was er tevreden van. Er zijn er betere, maar ook weer voor de prijs-kwaliteit. Laat me zeggen, ik ga het product niet opnieuw kopen. Ik ben er tevreden van, maar ik vind bijvoorbeeld die matte van Urban Decay vind ik veel beter. En momenteel gebruik ik er een van Sotheby's en die is ook absoluut heel goed. Spijtig dat ik hem niet helemaal heb op kunnen gebruiken, want op het einde is die gebarsten. Ja, en dan komt er echt niet meer veel product af. Voilà, dit waren mijn opgebruikte producten van de voorbije 2 maanden. Hebben jullie eventjes kunnen zien welke producten ik dus echt helemaal heb opgebruikt? En doorgaans producten die je opgebruikt, die vind je vrij goed. Want anders gebruik je ze niet op en dan blijven ze half vol in je kast liggen. Deze zijn dus op en een heel deel ga ik er opnieuw van aankopen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. En dan zie ik jullie terug in al mijn volgende video's. Tot later! Nota voor jullie, als jullie deze make-up tutorial willen zien, die gaat verschijnen in mijn volgende make-up video.